Mijn naam is Lodewijk de Leu en je luistert naar een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Als je als monumentenwachter wilt beginnen, volstaat het niet om het minimumdiploma te hebben en te slagen in een examen. Volgens Jean-Pierre Engelbrecht is het vooral belangrijk dat je feeling hebt voor oude gebouwen. Mijn naam is Jean-Pierre Engelbrecht en ik heb 25 jaar voor Monumentenwacht gewerkt en ben nu sinds 1 maand met pensioen. Dus Monumentenwacht eigenlijk vind ik eigenlijk een beetje een verkeerd woord, want allee, wij staan niet op wacht, in tegendeel. Wij doen allerlei dingen, wij onderzoeken gebouwen. Met stimuli, we geven stimuli in onze rapporten naar onderhoud toe. Omdat met onderhoud alles staat of valt wat betreft gebouwen. Dat is ook trouwens ook zo voor uw auto of zelfs voor uw frietpot. Als je nooit de olie ververst, dan ga je op zeker moment in pannen vallen. Maar gebouwen is dat ook zo. En natuurlijk, onze job is zeer variant. En niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. Want onze core business is eigenlijk onbereikbare plaatsen die voor mensen niet bereikbaar zijn, die bereiken wij wel. Met touwtechnieken en andere technieken. Maar de kennis moet ook zeer uitgebreid zijn. Omdat we middeleeuwse gebouwen moeten we de gebruikte materialen kunnen herkennen. En ook de schade die erop zit moeten we kunnen herkennen. We zoeken dus in feite problemen aan een gebouw op en bevatten dat in een zeer uitgebreid rapport waar ieder bouwdeel besproken wordt. En met de uitleg, we proberen natuurlijk altijd de oorzaak van het probleem te vinden. Dat is niet evident, zeker niet op moeilijk bereikbare plaatsen. Toen ik over 25 jaar begon, moest ik 15 jaar praktijkervaring hebben in de bouw. Dus ik moest weten hoe een huis, ik zeg nu maar iets, een huis in elkaar zit. Waar dat je begint, welk materiaal dat je gebruikt om dat te bouwen en zo. Dus dat was basis eigenlijk ervaring. En dan deed ik een ingangsexamen. Met een jury van 13 mensen, allerlei experten uit de bouwwereld. Die allerlei vragen stelden en uw kennis dus probeerden te achterhalen eigenlijk. En moet ook inzicht hebben in gebouwen, want dat is allemaal niet zo eenvoudig, zeker niet de middeleeuwse gebouwen. Ik denk dat nu het minimum eigenlijk, nu hé, toch assistent-architect is. Dat is het minimum. Hoe meer kennis dat je hebt over de bouw algemeen, hoe beter hé. Dus, dat vertaalt hem dan natuurlijk in de uitslag van het examen. Dus het is niet gemakkelijk. Omdat die historische kennis van bouwmateriaal zeer moeilijk is en uitgebreid is. En ja, er zijn eigenlijk niet veel mensen die kennis bezitten. En, maar dat groeit. In mijn 25 jaar heb ik enorm veel geleerd. Ook in die universitaire opleidingen, maar ook tijdens het werk eigenlijk, tijdens onderzoek van de gebouwen. Hoe dat er vroeger gematst werd dan hoe dat er, ik zeg nu maar iets, dat is zeer verrijkend eigenlijk. Je moet ook een feeling hebben met het monumentale. Je moet er in feite van houden. Het is geen, god, hoe moet ik het zeggen, geen exacte wetenschap. Neem nu aan, je neemt deel aan het examen, je hebt 17 diploma's. Dat is natuurlijk goed. Maar daarmee ben je nog geen monumentwachter en daarmee ga je nog geen expertise doen van een gebouw, zoals wij dat doen. Dat groeit door de jaren en je moet sowieso toch een feeling hebben
dat je middeleeuws gebouw, dat je daar respect voor hebt en dat je echt wilt onderzoeken wat er aan dat gebouw eventueel zou kunnen aan de hand zijn. Dat je wil meedoen aan de bewaring, aan de conservatie van het gebouw. Dat je wil meezeggen van, ja maar nee, dat deel zou moeten gerestaureerd worden. Maar liefst op die manier en op een vakkundige manier. Het leukste is eraan, je komt toe op een gemeentebestuur. Je hebt een afspraak met een burgemeester bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar iets, dat kan ook een schepen zijn natuurlijk, of de gebouwverantwoordelijke. Met uw das aan, uw hemd en uw das aan. Dan gaat hij eerst koffie drinken en een beetje babbelen. Of wat zijn de problemen hier? Of hebt u problemen eigenlijk? En een uur later hangt de 100 meter zo aan een toren en aan een touw. Dus dat is echt bizar eigenlijk. En dat is het fascinerende aan die job. Is dat zeer, zeer verscheiden is. Dat, het doet dus gevaarlijke dingen. Het doet dan de administratie van uw inspectie. Doet je dan, zit je 2-3 dagen op kantoor. Dat is natuurlijk niet gevaarlijk. Moet er echt voor in de wieg gelegd zijn eigenlijk. Het is daar ook, daarom ook dat... We zijn nu met een man of 10 die inspecties doen, ook interieurinspecties. Dat is nog erger. Daarvan moet je kunsthistorische kennis hebben, dat eigenlijk ongelooflijk is. Die twee mensen die wij hebben, doen dus interieurinspecties, schilderijen, beeldhouwwerk, oud-snijwerk, noem maar op. Maar dat is nog iets anders hoor. Daar moet je echt voor geboren zijn eigenlijk. Het is echt, monumentwachter is een zeer, zeer specifiek beroep. Je kunt het met geen andere beroep, navenant beroep, vergelijken. Het is echt uniek, een unieke job.